Ik ben Ruben. Ik ben buurtsportcoach bij het sportbedrijf. En daar ben ik eigenlijk verenigingsondersteuner. Dus vanuit daar zijn wij in contact gekomen met Tony om hier met Oldsize aan de slag te gaan. Ik kom eigenlijk uit het trainersvak vanuit de jeugd. En nu dit doen is een heel iets anders dan waar ik eigenlijk gewend ben. Dan gaan we de ballen gewoon van links naar de persoon die achter jou staat doorgeven. Ja, en dan de volgende is of andersom. Ja, ja, lekker hè? Rustig naar Arjan toe gooien. Ja, gewoon rustig. Gewoon een rustige slagbeweging. Ja, en dan achter je eigen bal aanlopen. Ja. Het grote verschil tussen de All-Star en de mannenvolleybal is dat je hier niet mag springen. Je mag hier niet bovenhands opslaan en ook niet aanvallen bovenhands. Dus alles is eigenlijk onderhands of met twee handen eroverheen gespeeld. Dat is eigenlijk het grootste verschil. Wat vind jij van de opkomst van de eerste avond? Nou, ik vind het grandioos. Ik bedoel, dit is echt boven verwachting.